De Guyanese vicepresident Barat Jagdeel brengt vandaag met een 10-man tellende delegatie een werkbezoek aan Suriname. Dit meldt de communicatiedienst vandaag in een persbericht. Het doel van dit bezoek is om na te gaan hoe Suriname en Guyana kunnen samenwerken in voorbereiding naar de klimaatconferentie die in Schotland wordt gehouden in november. Hoog op de agenda staan de effecten van de klimaatsverandering in beide landen en hoe die zoveel mogelijk te beperken. Het tweedaags bezoek is het resultaat van het recent bilateraal gesprek tussen de twee landen. Barat Jagdeel werd bij aankomst eerder op de middag welkom geheten door zijn ambtgenoot Ronnie Brunswijk, waarmee hij diverse gesprekken zal hebben. Jagdeel zal ook worden ontvangen door president Santokki.